Jongen, jongen, wat hebben ze net druk. Dak op, dak af. Geen schoorsteen slaan ze over. Tje, dat ziet er straks goed voor ons uit. En dan te bedenken dat het bijna helemaal niet was doorgegaan. Ja, dat wist je niet, hè? Maar dat is toch zo. Kijk, Sinterklaas had een stuurman en dat was eigenlijk gewoon een brekenbeen. Je had nog nooit gehoord dat de Hollanders de Zuiderzee hadden veranderd in het IJsselmeer. Kort en goed, dat uilskuiken had de stoomboot aan de grond laten lopen. Als Eeltje Steur er toen niet was geweest, dan was de hele zaak mooi niet doorgegaan. Niks aankomst, niks pakjes, niks 5 december. Ja, ja, krek zo. Het zal zo ongeveer de tweede helft van november zijn geweest, op een koude herfstdag. Ik zit rustig te vissen bij het haventje en een klein meisje hinkelde zo'n beetje achter me. Ik merk niet dat ik beet heb. Eeltje Steur, zeg ik tegen mezelf, dat is geen makkie, dat is een joekel. En krik, op dat moment begint dat kleine ding te roepen. Ik denk nog stil nou, anders gaat hij me nog. Maar ik kijk en wat zie ik? Ik heb in mijn leven veel op zee en op de wal meegemaakt, maar een pieterbaas op een vlotje, nee. Kom maar, Piet, kom maar, Piet. En koud dat hij dat. Kom maar, Piet.
En die kleine meid die stond met het dansen van opwinding. Wat vies, denk ik. Erop af, meteen. Afijn, ik heb hem zo de haven ingeloodst. En koud. Koud dat hij het had. Vernikkeld gewoon. Ik zag natuurlijk meteen dat het de allerhoogste Pieterbaas was. Vertel straks uw verhaal maar. Eerst warm worden. Holle, holle, senior Piet, zeg ik. Gaat u hier nou maar eens eventjes lekker zitten. Zo, gaat zo beter. En jij, kleine meid, hallo. Hé, kleine meid, hoe heet je? Annabel. Annabel, geef jij eens even gauw een kommetje. Zo, ja. Eet de chocolade, ik heb opgezet voor de hardvissen. Oh, voor de hardvissen. Laten wij er ook maar eentje nemen. Pak nog maar eens twee kommetjes. Annabel, zo, drink u dat nog maar eens even lekkertjes op. Zo. En in de keuken staat een bordje met paan. Pak dat eens eventjes. Gaat het al wat beter? Ja. Smaakt het? Ah, dat is ook niet voor u. Op een vlotje uit iemand uit een warm land. Op een vlotje. Zo. Gaat het al wat beter? Waarom deed u dat eigenlijk? Er is toch niks met Sinterklaas? De stoomboot. De stoomboot is aan de grond gelopen. Ah! Oh. De stoomboot? De stoomboot hier op het IJsselmeer? Er is geen beweging meer in te krijgen. We hebben al van alles geprobeerd, maar zit zo vast als een huis. Sakkerloot. Had u wel een goede stuurman? Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Een zware geladen, zeker? Ja. Ja, dat dacht u. Al die pakjes, al dat snoepgoed en een paar honderd Pieterbazen. En Sinterklaas. En de schimmel. Ja. Correct zo. Dat is te veel voor dat kleine zeetje van ons. En ze willen hem nog steeds kleiner maken ook, hè, dat zeetje. Voor een echte vis als ik is er geen eens plaats meer op. Nou willen ze er nog een haven voor luchtschepen van gaan maken. Maar wat praat ik over mezelf? U, wat moet er met u, senior Piet? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hier, neem nou eerst een stukje paling. Daar knapt een mens van op. Hier, jij ook, Annabel? Al die mensen. Al die kinderen die hier straks voor niks op de kade zullen staan. Al die lege schoentjes. Sinterklaas doet geen oog meer dicht. Ja, maar dat kan toch niet? Er moet toch iets aan gedaan worden, senior Piet? Dat dacht ik ook. En daarna ben ik op dat vlotje gestapt. Om hulp te halen. Ik dacht, misschien vind ik op tijd nog een ander schip. Krik zo. Een Tjalk of een Botter, dat is wat we hier moeten hebben. Een visserschuit. Maar ik ben toch een visser? Nou ja. Zitten wij hier te praten? En zij zegt het, dat kleine ding zegt het. Natuurlijk, mijn bolkopje. U wat? Mijn bolkopje. Zo noemen we een kotter hier. Hè? De VD243. Ja, maar die is toch veel te klein? Nee, senior Piet. Buiten heb ik hem toch niet echt. Ik ben je man, senior Piet. Over 1-2 weken had het misschien niet meer gekund. Ja, dan was hij misschien verkocht geweest. Ik hou mee op, ziet u. Ja, er is geen aardigheid meer aan. Ze maken die zee alsmaar kleiner. Elk jaar een stukje. En nou, de marker waard nog. Als het aan mij lag, woonde ik hier dag en nacht op mijn schuit. Maar ja, alleen in de zomer met die toeristen valt er nog wat te varen. In dat pierenbakkie van ons. Dus u? U kunt zorgen, meneer... Zegt u maar Eeltje. Eeltje Steur. U kan zorgen dat wij hier op tijd in de haven aankomen. Kom mee, senior Piet, anders is hij misschien al verkocht.
Oh, Sint-Jorgensche. Oh, Annabel. Als jullie er niet geweest waren. Er is vast wel iets wat je graag in je schoenen hebt. Ik alleen maar dat ze mijn zee met rust laten en dat ik weer varen kan. En dat er geen luchthaven komt. Geen markenwaard voor eeltjes terug. Kom mee, Sint-Jorgensche. En jij, Annabel? Een huis. Een wat? Een huis. Een huis voor Annabel. Een huis voor Annabel, voor Annabel, voor Annabel. Een huis voor Annabel, voor Annabel haar zoon. Een huis, wat moet je daarmee doen? Een huis voor Annabel. Waarom geen pop, geen boek, geen spel? Waarom geen fietsje met een bel? Een hippe muts met een pompoen in Annabel haar zoon. Maar nu dat schip. Een schip voor Sinterklaas, voor Sinterklaas. Een schip voor Sinterklaas, een schip. De stoomboot ligt op zee, zo vastgelopen als een boer met Sinterklaas. Maar nu neemt Eeltje Steur het roer. Aan boord, ik ben er toch. En Sinterklaas komt morgen nog op tijd uit Spanje aan. Zo ging het. Krek zo. En een dag daarna voer ik Sinterklaas met zijn hele hebben een oude haaf in. En vanaf die tijd zijn senior Piet en ik de beste vrienden. Daar gaat geen dag voorbij of hij komt hier wel een palekje eten. Daar is hij gek op. Hoe laat is dat? Meestal is hij om deze tijd al gerust. Oh, misschien heeft hij vandaag de druk, hè? Morgen is het een grote dag. 5 december. Het was een gek avontuur. En die kleine meid, hoe zou het daarmee zijn? Een huis wou ze. Een huis in de schoen. Staat er? Een huis? Hoe kan dat nou? Ja, hoor eens even. De een vraagt dit, de ander vraagt dat en deze vraagt een huis. Ze willen allemaal wel wat, al zeggen ze van niet. En die wil dit en deze dat. De ander ook al heeft hij zat, wil alles wat hij ziet. Een pop met vlechten in. Een mooie kaartsbal in een net, een letter van.
en die wil veel. Een auto met een boot, een fiets. En die haast niets. Een chocoladekikkertje, een mazerbij, een muis. En die wil dit en deze dat. En eentje wil een huis. En die wil dit en deze dat. En eentje wil een huis. Ze krijgen allemaal wel wat, maar dit is het verschil. De een krijgt veel, de ander niet. De derde, ook al heeft hij zat, krijgt alles wat hij wil. Een pop met vlechten in het haar. Een snoezig jurkje, kans en klaar. Een mooie kaasbal in een nest. Een letter van banket. En die krijgt veel. Een autopet, een boot, een fiets. En die krijgt niets. Niet eens dat ene kikkertje, niet eens die ene muis. Het allerminste dat hij vraagt. Niet eens dat ene huis. Niet eens dat ene kikkertje. Niet eens die ene muis. Het allerminste dat hij vraagt. Niet eens dat ene huis. Wordt er hier niet meer gewerkt? Ja, ziet u, senior Piet, dat briefje van u, dat klopt niet. Een briefje van mij dat niet klopt? Weet je wel tegen wie je spreekt? Ja, maar toch, senior Piet, maar... Ja, maar toch is brutaal. Kijk dan wat er staat, senior Piet. Jawel, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven, hè? Begrepen? En nu allemaal snel aan het werk, het is de hoogste tijd om het dak op te gaan. Hoogste tijd om eerst een paaltje te gaan eten, zal ik wel bedoelen. Gaan. Zeg, En wat doen we nou met het huis? Ja, het staat er toch echt, H-U-I-S, huis. Wacht eens even. Wacht eens even, misschien bedoelt u wel een poppenhuis? Dat is het! Een poppenhuis! Ja, maar dat krijgen we nooit door de schoorsteen. Nee. En hoe moet ik dat nou inpakken? Oh, wacht eens. Pieterbazen, de hoogste tijd, de daken op, de straat erin.
Iedereen zijn zak. Alles in orde? Ja, Sinterklaas. En iedereen de goede pakjes? Hm? Ja, Sinterklaas. En geen vergissingen? Nee, Sinterklaas. Vergissingen worden hier niet gemaakt, Sinterklaas. Nee, we laten alleen af en toe de stoomboot aan de grond lopen. Maar zijn jullie niet te moe? Hm? Nee, Sinterklaas. Alle pakjes in de zakken, zakken vol de zakken toe. Als de zak niet groot genoeg is, no, 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 geen nood. Geen karwei is ons te moeilijk, geen cadeau is ons te groot. Hop, hop, zakken op de rug, hop, hop, naar de mensen toe. Pieterbazen, pieterbazen, pieterbazen zijn nooit moe. Naar de straten, naar de daken, hop, hop, hop. Hop, hop. Langs de gevels en de goten, hop, 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 de daken op. Hop, hop, naar de hoogste schoorsteen. Hop, 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 jawel, maar hoe? Pieterbazen zijn nooit moe, pieterbazen zijn nooit niet zo hard. Michiel slaapt nog. 8 uur, dan is het al morgen, hè, mam? Ja, dan is het al morgen. Is het dan nu al 5 december, hè? Ja, dat weet je best. Zeg, waar zit je toch al erover te denken? Zomaar. Nou, eet dan lekker je boterhammetje op, hè? Hey, Annabel, dat is de melkpoort. Doe jij even open? Oh. Woont hier Annabel? Ja.
We komen van Sinterklaas. We hebben hier een pakje dat niet door de schoorsteen komt. Nee, en het kan ook niet door de deur. Jawel, jawel. Ja, wel, oh, even openmaken, ja, hier beneden. Ja, oh, ja. Ja. Zie je wel. Ik kan toch open, het is zwaar. Zo niet, zo draaien, ja. Zo, ja, ja. Zeg, wat is dat? Wat moet dat allemaal? Zo, voorzichtig. Echt, zo. Even moeten we neerzetten. Ja, waar? Daar. Ja. Oh, hier. Naar Pieter Bazen. Maar... Ja, voor Sinterklaas. Voor Sinterklaas, voor Annabel, mevrouw. Ja, maar dat moet een vergissing zijn. Een vergissing? Ja, natuurlijk. Jullie zien toch wel dat het niet gaat? Dit hier is ons hele huis. Daar slapen Annabel en ik en daar Michiel. Daar kan dat ding toch nooit meer bij? Dat ding? Dit hier... Mooiste poppenhuis van de wereld. Daar hebben wij de hele nacht mee gelopen. Ja, het is prachtig. Prachtig. Ik heb nog nooit zo'n mooi poppenhuis gezien. Maar er is toch hier geen plaats voor? Dat zien jullie zelf toch ook wel? Annabel, zeg jij ook eens wat? U ander huis zoeken. Een beetje groter. Ja, wat dacht je? Brieven heb ik geschreven. Ik heb gepraat met meneer aan loketten en bureaus. En ik heb gezocht en gezocht. Overal hebben we gezocht. Maar er zijn geen huizen, Piet. U misschien toch nog vinden. U de moed niet opgeven. Ja, Piet, dat heb ik wel gedaan. Ik heb het opgegeven. Kijk, zien jullie dat engeltje daar op de toren? De vissers zeggen dat het meer ziet dan wij. Ik zei altijd tegen Annabel, wie weet blaast op een dag dat engeltje op zijn toetertje en dan kijken we naar buiten en dan wijst het met zijn handje naar een leeg huis. Maar niks hoor. Hé, Annabel! Ach, later maar. Die is natuurlijk om dat poppenhuis. Het is ook wel erg mooi. Zo mooi. Ik wou dat ik dat popje was. Ik wou dat ik dat popje was, dat popje op een stoeltje. Dat zit maar in haar kamertje, tussen haar mooie boeltje. Krik, zegt haar stoeltje, krak, zegt haar bedje. Dag, zegt de spiegel, dag, gaat het lekker. Dat popje was, dat popje in haar huisje. Dat woont in mooie kamertjes, dat kookt op een fornuisje. Krik, zegt haar stoeltje, krak, zegt haar bedje. Dag, zegt de spiegel, dag, gaat het lekker. Met zazel in hun kopjes. En niet meer vragen wat en hoe. En niet meer denken waar naartoe. En nooit meer zeggen o oh, waarom. Alleen maar lief, alleen maar dom. Stil zitten in mijn stoel. Tussen mijn mooie boeltje. Krik, zegt mijn stoeltje. Krak, zegt mijn bedje. Dag, zegt de spiegel. Dag, gaat het lekker.
Vrienden, vrienden, vriend, makkers mag ik wel zeggen, makkers, staakt u wild geraas. Sinterklaas is jarig. Zet zijn schoentje klaar. Niet dat jij hem vol doet, met jou wist ik het maar. Het is 5 december, iedereen zit klaar. Grote, kleintjes, oudjes, zingen met elkaar. Zou de goede Sinter komen? Het is 5 december, nog 1 uurtje maar. Dan gaat het gebeuren. Het mooiste feest van het jaar. Zie de maan schijnt door de bomen. Het is 5 december, oh wat duurt het lang. Ritselen in de schoorsteen, stappen in de gang. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, hard geklopt. Klop, klop, eindelijk, eindelijk, daar komt Sinterklaas. Pakjes, 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 borstplaats, speculaas. Dank u, Sinterklaasje. Het is 5 december, iedereen krijgt iets. Maar wie is er jarig en wie krijgt er niets? Ach, Sinterklaasje, ach, ach. Nee, 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 vrienden, dat kan toch niet? Ik herhaal... Ik herhaal, het is nu 5 december en nog altijd weten wij niet wat wij onze goede meester voor zijn verjaardag moeten geven. Nou, wie? Ja, maar vrienden, vrienden, moeten altijd alles op mijn hoofd neerkomen. Hm? Ik doe mijn best. Ik... Als je het mij vraagt, weet hij het zelf ook geen eens. Ik heb het Sinterklaas zelf gevraagd, maar je weet hoe die is. Nooit iets voor zichzelf. Ach, beste Pieterman Knecht, een klein tochtje met die kotter, dat zou ik wel erg aardig vinden. Een klein tochtje. Dat is toch geen cadeau? En bovendien... Waarom geven we de kotter dan niet? Onderbreek me niet, jongen. Hm? Wat? De kotter. Ach, juist, ja, de kotter, dat is nou precies wat ik net zelf wilde zeggen. De kotter. De kotter! Ach, ja, de kotter, ja, 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 ja. In zijn vrije zomermaand, de koers die ermee langs de zonnige Spaanse kusten. In ondiepe zeeën, oude Hollandse binnenhavens, waar een stoomboot zo licht aan de grond dreigt te lopen. Oh, kom, 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 Piet, ben je daar dan nog niet overheen? Laten we nou maar zeggen dat het een ongelukje geweest is, hè? Ja, nee. Ja, ja, nee, ja. Wel, ik bedoel, zoals ik al zei, mannen, de route van vandaag is als volgt. Kerkstraat, Noordeinde, Middendam, Weesland, Zarken. Wat heeft dat te betekenen? Was dat al een cadeau terug? Het was een vergissing. Een wat? Een vergissing. Dat is een woord dat wij hier niet kennen, makker. Toch was het zo. Het huis waar het heen moest, het was bijna net zo groot als het poppenhuis zelf. Ja, ja, je kon het niet eens een huis noemen. Oh, 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 ik sta aan het hoofd van een stelletje sukkels. Wie bedenkt dat dan ook zoiets, hè? Hoe haal je het in je hoofd om zoiets groots? U? Wie? Het stond op uw briefje. Briefje. Huis, huis stond er, echt waar. Huis, hè? Huis van Annabel. Huis van Annabel. En toen dachten wij... Jullie moeten helemaal niet denken. Gewoon doen. Hey. Annabel? Annabel? Zeg, klein? Blond? Grote ogen? Oh, maar Annabel, natuurlijk, een huis. Een huis voor Annabel. Dat was ik helemaal vergeten. Ja, maar mijn beste Pieterman, je wilt toch niet zeggen dat je iemand een huis hebt beloofd in dit land? In Nederland, er wachten 1 miljoen mensen op huis. Dat is onmogelijk, man. Nee, Sint, dat is voor Annabel. U weet wat het meisje dat mij gered heeft toen ik de arm en eenzaam en hongerig ronddreef op dat vlot. Oh, die Annabel? Ja. Maar die moet een huis hebben. Die heeft ons allemaal gered.
Al moet de onderste steen boven een huis. Een huis voor Annabel. Vrienden, onmiddellijk met z'n allen erop uit. Nee, zingt u niet. Ja, maar Piet, het moet. Daar is toch vast iets aan te doen. Voor Annabel, voor Annabel. Daar is toch vast iets aan te doen. Voor Annabel, haar schoen. Zeg het dan snel. Doe dan maar en help ons nog. Dan doen wij het vanavond nog in Annabel haar schoen. Als ik die huizen wist te staan. Doe dan wat en help ons op. Dan zouden ze vanavond nog in al die schoenen gaan. Nee, Nanda Noenka. Weet je wat ik dacht? Stil eens. Het komt van boven uit de toren. Ja, kom mee, kom mee. Het lijkt dat engeltje wel. Het zou toch niet gevaarlijk zijn, hè? Wat nou? Gevaarlijk? Nou, dat engeltje. Ach, wat. Au. Kijk, en toen dacht ik zo. Wat zouden we Sinterklaas nou kunnen geven voor zijn verjaardag waar hij in zijn leven nooit, maar dan ook nooit aan zou denken? Krek zo, maar eet u nou eerst eens een palingje. Nou, nee. Ik heb eigenlijk geen tijd, zie je. Ik ben nog op zoek naar een huis. Een huis? Tja, ik weet het, maar we zullen er toch voor vanavond nog eentje moeten vinden. Ach, natuurlijk.
verschrikkelijk voor die kleine meid die een huis in de schoen wou. Krek zo. Denkt u dat het lukt? Maar dat andere, hè, dat is ook erg belangrijk. Dat cadeau voor Sinterklaas. Krek zo, het is vandaag zijn verjaardag, maar eet nou eerst eventjes een palentje. Nou, een klein stukje dan. Hm? En wat wordt het? Het cadeau? Jouw bolkopje. Mijn kotter? Ja, eeltjes duur. Jouw kotter. Hij is er nog wel te koop. Huh? Ja, zeker, ja. Ja, voor mij is het toch niet veel aardigheid meer aan het varen hier. Alleen zomers wat toeristen. En wat hebben wij nou nog voor zomer? Krek zo. Verkocht? Wat een eer. Sinterklaas op mijn kotter. Denkt u dat hij er blij mee zal zijn? Hij zal niet weten wat hij ziet. Zomers koersen langs de Spaanse kusten. Golf van Biscayen. Straat van Gibraltar. De Mediterraneo. Ah. De zon, de zee, de vis. De deur is los! Is Annabel misschien hier? Huh? Annabel? Ja, ik ben de moeder van Annabel. U bent toch heel gesteurd? Krijg. Ze heeft me zo vaak over u verteld. Over uw huis. Ja, het is ook heel mooi. Oh, u bent natuurlijk Pieter Baas van het Vlot. Ik ben de moeder van Annabel. Ach nee, de moeder van Annabel. Hoe maakt ze dat nou, dat kleine ding? Als zij er niet geweest was. Ja, maar nou, ze zoekt al heel lang. Ik heb overal gezocht en nou dacht ik, misschien is ze hier. Die scheepjes vond ze ook zo mooi. Ja, waar kan ze dan zijn? Maakt u zich niet ongerust, mevrouw. Die vinden we vast wel. Heus? Dat is een karweitje voor mijn Pieterbazen. Die zijn daar geweldig in. Hé, wat zullen we doen? Teruggaan. We zijn bijna boven. Ja, maar als ze hier Piet fluiten, dan moeten we ons melden. Even kijken, ik wil zo graag weten wat dat engeltje zingt. Nee, laten we het nou niet doen. Laten we nou teruggaan. Het kan echt niet. Nog maar één trapje, we zijn boven. Wat maakt die ene minuut nou uit? Nou, vooruit dan maar. Langs de zonnige Spaanse kusten van een heerlijke rust op zijn kotter geniet. Wie staat er dan aan het roer van mijn schip? Nou, een hele goede stuurman natuurlijk. Maar toch niet dezelfde brekenbeen die de stoomboot aan de grond heeft laten lopen? Brekenbeen? Dat was helemaal geen brekenbeen. Oh nee? Nou laat ik u dan vertellen dat de man die hier de stoomboot aan de grond heeft gezet de grootste brekenbeen was die er ooit tussen de Noord- en de Zuidpool aan het roer heeft gestaan. Krek zo. Ja, maar dat neem ik niet. Dat is... Ah, u was het dus zelf.
Oh, nou dan wordt u bedankt, dan gaat de koop mooi niet door. Waar zou ze nou toch zijn, die kleine meid? Senor Eeltje. Ze had iets in haar kopje, dat zag ik. Eeltje. Elagast, luister nou even naar me. Als ik je nou vraag om kapitein te worden op je eigen kotter. Schipper na Sinterklaas. De toren, ze keek al door naar de toren. De kijker, zie je op Piet, wil je hem even mijn kijker geven? Hier, maar zegt u maar eerst... Met u een zeeman? Dat is mijn scheepsroeper. Nou, hé. Noem gezellig een stuurman. Kan niet eens onder een kijker op de toren kijken. Wat? 4 uur al? Ook de kinderen, de pakjes, het huis, het cadeau. Er beweegt er wat boven op die toren. Zou het dan toch waar zijn met oude vissers vertellen? Vooruit, Eeltje, stuur. Je hebt wel andere storm over je muts zien gaan. Eerst kijken, dan pas zij wijzen. Annabel, Annabel! Dag, Pieterwagen! Annabel, iedereen zoekt je! Ja, en wat moest dat engeltje nou voor je zien? Een huis natuurlijk! Oh. Annabel, Annabel is terecht! Annabel! Dat moet senior Piet weten. Is het terecht? En het huis? Kotter? Hebben jullie een huis gevonden? Nou, dit is... Zie je, Piet, ik heb hem gevonden! Ik heb hem... Waar is hij nou? Hij is weg. Wat vroeg je nou toch ook weer over mijn kotter? Of ik kapitein wilde worden op mijn eigen schuit? Schipper naast Sinterklaas? Ach, maar dat kan ik toch niet gemeend hebben? Nooit meer aan de wal. Nooit meer winter. Nooit meer achter mijn venstertje geplakt. Maar dan heb ik een huis meer nodig. Dan. Senor Piet. Senor Piet. Senor Piet. Annabel? Annabel! Annabel, kom van die toren af! Annabel! Ik heb een huis voor je! Nog meer slecht nieuws, Piet? Ik mis 2 man, Sinterklaas. En dit wat de mooiste dag van uw leven had moeten zijn. Maar we gaan onmiddellijk weer verder met zoeken. Het hele feest wordt afgelast. Senor Piet, Senor Piet, meent u het echt? Meent u het echt dat die kapitein... Stuur. Oh, neemt u me niet kwalijk, ja. Maar meent u het heus? Ja, een ander keertje, hè, Eeltje. Daar staat mijn hoofd helemaal niet naar op dit ogenblik. Zeg. Je ziet toch dat wij... Ja, maar ik moet het wel weten. Want als het waar is, als het echt waar is, dan heb ik een huis. Een huis voor Annabel. Ja. Nou... Het zou beter zijn als we Annabel zelf eerst gevonden hadden. Annabel. Annabel! 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 Hallo, dag Annabel.
touché op die toren toen. Zeg Annabel, zeg Annabel. Ik zocht een huis, dat wist u toch? Toegeef je schoen, toe vlug dan toch. Zodat wij er vanavond nog een huis in kunnen doen. Een huis voor Annabel, voor Annabel, voor Annabel. Een huis voor Annabel, voor Annabel, haar zoen. Zien we, Piet, is het heus waar? Tuurlijk, het is toch 5 december? En de stoel staat klaar. Kom met een cadeautje. Met ja, wist ik het maar. Wat zou u hiervan zeggen? Je doet het. Ik ben je man, Senor Piet Krekso. Het is 5 december, mooiste feest van het jaar. Alles leek verloren, maar kom voor elkaar. Annabel, voor jou. Ja hoor, in ons nieuwe huis is plaats genoeg. Het is 5 december, wat krijgt Sinterklaas? Van zijn trouwe knechten voor een grote baas. Ach, wat aardig, een scheepje op een plankje. Niks hoor, echt, niet echt. Met de kapitein erbij. Een schip voor Sinterklaas, voor Sinterklaas, voor Sinterklaas. Een schip voor Sinterklaas, een schip voor Sinterklaas. Een potter voor op zee, en alle pieten varen mee met Sinterklaas, met Sinterklaas.